Welkom bij iAcademy, de internetopleider van Nederland. Ik wil je graag een voorproefje laten zien van deze e-learning cursus. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld. Centraal in deze cursus staat de interactieve presentatie. Verder krijg je een e-book met de complete lesstof. Ten slotte bevat deze cursus opdrachten waarmee je de opgedane kennis direct kunt oefenen. Je sluit de cursus af met een toets. Haal je hiervoor een voldoende, dan ontvang je een gewaarmerkt certificaat als bewijs van je kennis. Blijf kijken, want je krijgt nu een selectie te zien van schermen uit de interactieve presentatie. Als je het plan hebt om naar een beurs te gaan met een stand, zul je je eerst moeten inschrijven. Doe dit zo vroeg mogelijk, want daarmee geef je jezelf meer kans op een goede plek. Vraag tijdig een plattegrond van de locatie. Aan de hand van deze plattegrond kun je een goede plek uitzoeken voor je stand. Maar wanneer is een plek een goede plek? Je wilt natuurlijk dat er veel bezoekers langslopen, dat je stand opvalt en dat je materialen veel aandacht krijgen. Hoe kun je dit bereiken? Ook is het erg handig te weten waar jouw directe concurrenten hun stand hebben geplaatst. Het kan namelijk best nadelig zijn om in de directe omgeving van je concurrenten te staan. Volgens bepaalde sociale codes vinden mensen het over het algemeen niet correct om, nadat ze bij een stand hebben staan praten, meteen bij de buren die iets vergelijkbaars aanbieden ook interesse te tonen. Dit laatste probleem geldt natuurlijk niet als het om een vakspecifieke beurs gaat. Mensen houden over het algemeen niet van een stand die een kille uitstraling heeft. Dat hoeft niet eens te liggen aan je stand. Het kan ook komen door het beursgebouw. Daarom is het handig om te zorgen voor groendecoraties. Bloemen en planten worden altijd geassocieerd met sfeer en positieve gedachten. Ook kun je ze gebruiken om de elektronica achter te verstoppen. Een onaantrekkelijk beeldscherm kan ermee gecamoufleerd en opgefleurd worden. Schrijf je vandaag nog in op academy.nl